Oké, Jean-Marc Amena, proficiat met de winst. Prachtige reactie ook na de verlies tegen Letland, nu winst tegen Estland. Back on track, denk ik, dan de Belgian Lions. Ja, zeker. Het is goed om na de eerste wedstrijd terug in te komen. Zeker op deze manier. Starting 5 heeft een prachtige start gezorgd. Dus het is aan ons om eigenlijk die 20 punten voorsprong een beetje te behouden tot op het einde. Dat is ons gelukt. En we zitten inderdaad terug in positie om iets van die eerste ronde te maken. Morgen Litouwen, de groepsfavoriet, maar gisteren Oekraïne heeft getoond dat het misschien mogelijk is. Ja, zeker. Ze zijn zeker niet onverslaanbaar. We moeten zien dat we in lengte een beetje kunnen counteren met onze snelheid en onze intensiteit. En dan zien we wel wat we kunnen doen. Maxime de Zeeuw, weet je er iets meer van? Lijkt ernstig? Op het eerste zicht leek het mee te vallen, zei hij zelf. Maar dat zal een dokter subiet moeten zeggen, dat weet ik niet. Oké, thanks Jean-Marc.